Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe normale weekvlog. Eindelijk weer een normale weekvlog. De afgelopen weken waren natuurlijk een beetje gekke vlogs. Ik had natuurlijk mijn Caruela vlogs, mijn Parijs vlogs. Er is één normale vlog volgens mij tussendoor gekomen. En één week geen weekvlog. Toen kwam er een impact video. Eigenlijk gewoon omdat ik die week heel weinig had gefilmd en er niet echt een boeiende vlog van kwam. Dus ik dacht, nou, ik gooi er maar gewoon een koffer-inpak video online. Dat is misschien ietsjes leuker om naar te kijken. Maar vanaf nu ga ik weer gewoon week vloggen. Tot 16 augustus, want dan ga ik met Miu een beetje naar Kos. Daar ga ik ook vloggen. Dus dat zal de laatste vakantievlog worden. Dus nu ga ik weer gewoon lekker normaal vloggen. Het is vandaag dinsdag, geen maandag. Dinsdag, omdat gisteren was ik gewoon echt onwijs moe. Vrijdag was ik teruggekomen van Caruela. Toen was ik al heel erg moe. Maar toen zaterdagavond gaf ik een soort slaapfeestje. Er kwamen gewoon heel veel vrienden slapen hier. Daar was ik ook heel moe van. Zondag ging ik ook heel laat slapen. Ik was ook heel moe. Dus maandag was gewoon echt even uitrusten. Samen met Miu. Die was wel gezegd blijven slapen ook. Dus vandaar dat ik de vlog vandaag begin. Ik heb net eventjes in mijn kamer opgeruimd. Ik heb mijn badjas nog aan. En geen make-up op mijn hoofd. Haar nog niet gewassen. Helemaal niks. Dus vandaar dat je naar dit hoofd moet aankijken. Maar vandaag wordt een beetje een opruimdagje. En een editdagje. Ik heb net mijn video van Caruela geëdit. Die komt vanmiddag online. En daarna ga ik ook eventjes de andere twee vlogs bewerken. Zodat die alvast ingepland staan. En ik ga vandaag ook mijn zoet koffer schoonmaken. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar... En of jullie het überhaupt weten. Maar ik heb dus van de Little Green Bag een zoet koffer gekregen. Maar door het vliegen is die helemaal... lelijk geworden en allemaal beschadigingen erop. Dus ik ga dat zo meteen eventjes proberen schoon te maken. Want ik dacht eigenlijk dat wij met handbagage vlogen. Maar sinds 1 november is dat dus veranderd. En mag je dus alleen nog maar met handbagage vliegen als je prioriteit vliegt of zoiets. En dat hadden wij niet. Dus we moesten en extra bijbetalen heen en terug. En onze handbagagekoffer moest in het ruime dek. In ruim bagage. Dus dat is een beetje jammer. Maar ja, die ga ik zo meteen dus eventjes proberen schoon te maken. Eerst ga ik zelf eventjes schoon worden. Eventjes lekker douchen. Haren wassen. Even kijken of de vlog al bijna klaar is. Oh, nog 4 minuutjes en dan staat hij erop. Het is nu 2 uur. Ik ga eventjes lekker douchen, eten. Morgen wil ik eventjes naar de stad. Ik heb gisteren een mega bestelling bij de Zara geplaatst. Dus ik hoop eigenlijk dat hij deze week binnenkomt. Zodat ik een extra video voor jullie kan filmen daarmee. En ik ga ook deze week, of nou volgende week, eventjes mijn kledingkast opruimen. En daar ook een video over maken, hoe ik mijn kledingkast opruim. Want het is echt een mega grote bende. En ik heb nu vakantie, dus daar heb ik lekker alle tijd voor. Ik wist helemaal niet of ik dat al eens verteld, maar ik heb vakantie. Echt super chill. Ik ben ook over naar mijn laatste jaar, dus daar ben ik heel erg blij mee. Nog 1 jaartje mbo en dan heb ik mijn mbo alweer een schoonheidsspecialist op zak. En daarna wil ik waarschijnlijk op het hbo binnenhuisarchitect gaan doen. Iets totaal anders. Maar ja, ik vind dat gewoon echt heel erg leuk. Ik ga nog wel eventjes goed onderzoeken en kijken. Want creative business leek me ook heel erg leuk. Maar ik denk dat ik met binnenhuisarchitect later gewoon wat meer kan. Dus van daar. Ik ga tijdens het douchen eventjes deze twee dingen uitproberen. Ik had een pakketje van Mooi PR ontvangen. Over 2 weken geleden ongeveer. Maar ja, ik was toen niet aan het weekvloggen. Dus kon ik het niet laten zien. Maar ik heb deze 2 dingetjes van Glam Glow gekregen. En dit is dus om je huid mee te reinigen. Eerst toen ik binnenkwam dacht ik dat het een masker was. Want ik ken Glam Glow eigenlijk alleen van zijn maskers. Maar ze hebben dus ook reiniging. Dus ik ga denk ik die unicorn onder de douche uitproberen. Want die vind ik er heel erg leuk uitzien. Ik heb hem eigenlijk helemaal nog niet overgemaakt. Even kijken hoe die... De verpakking is ook unicorn. En die ander is... En dit is die ander. Deze heet dan Tropical Cleaner of zo, Hollywood California. En dit is de Gentle Bubble. Dus ik ga even lekker douchen, mijn gezicht schoonmaken en de rest van de vlogs editen, bewerken. En dat vind ik echt het allerleukste wat er is om vakantievlogs te bewerken. Ze zijn wel heel chaotisch geworden, of althans de eerste vlog is heel chaotisch geworden. Maar ja. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik heb een klein beetje haast. Ik heb met Dagmar om 12 uur afgesproken om naar de stad te gaan. Ik wilde wel even kijken naar mijn witte broek. Misschien nog iets leuks voor zomer. Ik weet niet. We gaan gewoon eventjes lekker kijken. Ik moet ook nog een pakketje bij de H&M terugbrengen. Dus ja, let's go. Lekker kipnuggets. Oh, dit is een chili chicken. Die is van jou. Dit is van mij.
Zonder auger. Hoef je weer uit te sloven? Ja, sporten. Ik vind het wel een mooie kleur, maar sporten daar doen we niet aan. Wat is dit? Piepschuim. Ik ben weer thuis aan de stad. Ik ga even alles boven zetten. En ook gelijk eventjes laten zien aan jullie wat ik allemaal heb gekocht. Het is niet zo heel erg veel, gelukkig. Maar ik ging natuurlijk voor een witte flarebroek. Of althans, ik weet niet of ik dat vanmorgen had gezegd, want ik had vanmorgen best wel haast. Maar ik ging voor een witte flarebroek bij de Zara. Maar die hadden ze niet. Dus ik denk dat ik die zo even ga bestellen. Want ik heb dus een onwijs leuk blouseje bij de H&M gekocht. Dat zal ik ook zo laten zien. Maar die vind ik dus heel erg leuk met een witte flarebroek. Maar ja, als we hem niet hebben. Kijk trouwens, ik weet niet of ik dit al had laten zien, maar op in Spanje had ik dit enorm schattige tasje gekocht. Ik vind hem zo leuk. Het geeft me echt zo'n beetje zo'n Ibiza-stijltje, sfeertje. Ik had het daarbij zo'n winkeltje gekocht, dus ik weet niet waar je voor de rest kan kopen. Maar ik had hem in ieder geval daar gekocht. En kijk eventjes wat voor autistisch Miel gisteren heeft gedaan. Hij heeft alle M&M's uit de zak, heeft hij op kleur gelegd. En ik mag het niet veranderen van hem. Maar goed, ik ben helemaal buiten adem. Ik ga eventjes laten zien wat ik allemaal gekocht heb. In de stad heb ik alleen iets bij de Zara gekocht. Ik ging natuurlijk dan voor die broek, maar dat hadden ze niet. Maar ik zag dit mega gave badpak. Het is deze blauwe. En het is zeg maar zo'n high-leg, dus hij zit helemaal mooi bij je heupen. En van achter is hij heel laag uitgesneden en de zijkant ook. Een V-hals en deze vond ik zo mooi. En Dagmar zei ook, ja, die moet je echt nemen. Hij staat zo leuk. Ik heb hem in een maatje S en was 20 euro. En deze gaat sowieso mee naar Kools. Want over precies een maand gaan Miel en ik samen naar Kools. Daar heb ik echt heel veel zin in. En dit badpak gaat dan echt mee. Dan zijn we nog eventjes naar de Action geweest. Want ik had tape nodig. Even kijken. Want soms voor je Light is Wardrobe pakketjes heb ik tape nodig. En ik had geen tape meer. Dus ik heb gewoon van dat zwarte simpele tape gehaald. Ook heb ik Reese's gehaald. Dit is echt het lepperste snoep ooit. Dit is een chocoladekeetje, zeg maar. Met daarin pindakaas. En het is echt goddelijk. En voor iets nieuws voor mijn kamer. Namelijk een nieuw wit kleedje. Ik weet niet of je het daar ziet. Maar daarachter. Daar ligt een grijs kleedje. Maar die heb ik echt al 4 jaar of zo. En die werkt gewoon helemaal lelijk. Er zat een gat in. Dus ik dacht, ik doe een nieuw kleedje. En ik vond dit wel leuk staan bij mijn muur. Dus ik heb die. Deze was 7 euro. Tape was 2 euro volgens mij. En de Reese's ook zoiets. En dan heb ik ook nog een bestelling gedaan bij de H&M. Maar waar is die doos? Want ik wil dat eventjes aan jullie laten zien. Waar is die nou? Heeft Miels onder het bed geschoven? Nee. Oh, hier. Ik heb het al. Haha. Even kijken. Ik had een bestelling geplaatst bij de H&M. Want voor de mensen die mij al wat langer volgen, die weten dat ik het heel erg leuk vind om dingetjes voor mijn uitzet te sparen. Uitzet, voor de mensen die het niet weten, dat is zeg maar spulletjes sparen voor als je uit huis gaat. Ik ben nog niet van plan om uit huis te gaan, maar ik vind het wel heel erg leuk om te sparen. En ik had bij de H&M wat leuke dingetjes gezien. Ik heb al vaker wat bij de H&M besteld voor huis, decor, shit en zo. Maar ik zag dit en ik moest dit gewoon hebben. Het is namelijk een flessenopener van een pantertje in het goud. Kijk even hoe schattig. Hij was 13 euro uit mijn hoofd. Beetje duur voor een flesopener, maar ik vond hem zo gaaf. Kijk nou. Dus die heb ik bij de H&M Home besteld. En al mijn spulletjes voor uit huis heb ik in een grote doos boven mijn kast staan daar. Dus daar gaat die ook in voor. Als ik uit huis ga, heb ik alvast een flesopener. En daarbij passend had je dus ook servetringen. En servetringen is waarschijnlijk het laatste waar je aan denkt als je op jezelf gaat wonen. Maar ja, ik vond het wel gewoon heel leuk. Ik heb er 4. Waren 10 euro voor 2 paar. Dus 20 euro voor 4. En ze zien er zo uit. Ze zijn precies hetzelfde als die flesopener. Kijk nou even hoe schattig dit is. En als je dan later van die mooie beige vetten hebt of zo. Ja, ik kan hier echt heel lekker op gaan. Dus die had ik ook nog gekocht. Dus dat wil ik ook nog eventjes aan je laten zien. En ja, dat was het eigenlijk wel. Ik ga even een klein beetje mijn kamer opruimen. Ik heb gisteren gel lak op mijn nagels gedaan. Deze is van AliExpress. Ik had een linkje gevonden, maar dat linkje is niet meer beschikbaar. Dus als je gewoon intypt op AliExpress CND gel lak, dan kom je het vanzelf tegen, denk ik. Ik ga eventjes mijn bed opmaken met mijn nieuwe kleedje. Mijn badpak opruimen. En
eventjes een foto maken. Want dat wilde ik ook nog laten zien. Jeetje, ik heb veel te laten zien zeg. Ik mocht weer wat dingetjes uitzoeken bij My Jewelry. En ik heb wel vaker samenwerking met hun gehad. Ik vind dat hun collectie echt mega, mega leuk is. En ik mocht daar weer wat dingetjes uitzoeken. En onder andere heb ik daar deze mega grote strandtas uitgezocht. Ik vind hem echt geweldig. Ik ga hem eventjes openmaken. De laatste tijd zie je dat heel veel van die mooie rieten strandtassen. En deze is extra leuk, want dit is met goud. En hier zit een bedeltje aan met schelpjes. Ik ben echt verliefd op deze tas. Je ziet het zoveel. Vorige week toen ik in Spanje was, zag je dit ook heel veel voorbij komen. Ja, ik vind het gewoon echt, ach, dit is zo leuk. Kijk nou hoe gaaf dit eruit ziet. Ik ga hier ook zo meteen even een foto mee maken. En zal ik jullie laten zien hoe ik die foto's maak. Maar niet alleen dit heb ik uitgekozen. Ik heb deze tas nog een keertje uitgekozen. Voor Zoe als cadeautje voor haar. En nog wat sieraden. Die zal ik ook eventjes aan je laten zien. Als allereerst een bangle. Dat is zeg maar een ijzeren armbandje. Ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar ik zal het even overmaken. Kijk even hoe gaaf. Dit is dus het armbandje. En dan staat er hier in het klein. Staat erop. It's the little things in life. Ik denk niet dat jullie dat kunnen lezen. Daar is het te klein voor. Maar het is zo'n kleine bangle. Dan nog dit schattige ringetje met een soort balletjes of bolletjespatroon daar zo. Dan dit enkelbandje. Die vind ik echt rete schattig met hier van die witte kraaltjes en dan drie hartjes. En als laatste nog dit armbandje. En er staat op Mi Amor. Dus die heb ik ook gekregen van bij Jewelry en ben ik echt super blij mee. En deze oorbelletjes die ik al in heb. Ik zal eventjes proberen in te zoomen. Deze oorbelletjes waar Amour op staat zijn ook van mij Jewelry. En kijk eventjes hoe leuk staat. Ik ben hier echt verliefd op. Ik vind het echt heel leuk. Voor nu ga ik even al deze spulletjes opruimen. Want het is weer één grote bende. Terwijl ik gisteren mijn kamer heb opgeruimd. Ik ga lekker Reese's eten. En even lekker op met video's kijken. En ik ga je laten zien hoe ik een foto maak van de tas. En dan strakjes moet Miel van zijn werk ophalen. Maar dat vind ik niet erg. Dat vind ik wel gezellig. Dus ja. Ik was de foto's aan het maken. En toen besefte ik me dat ik helemaal vergeten was te filmen hoe ik de foto's aan het maken was. Maar ja, zoals je kunt zien hoef je dus helemaal niet op het strand te zijn om strandachtige foto's te krijgen. Ik heb namelijk gewoon een witte handdoek neergelegd. Ik heb een bikini gepakt, een tijdschriftje, mijn zonnebril met wat koortjes en de tas van My Jewelry. En je ziet dat alleen die tas het al zo, ja, zo'n strandvibe geeft. En ik vind het zo leuk. Ik ga deze foto eventjes bewerken. En wil je nou weten hoe ik hem uiteindelijk heb bewerkt, hoe die eruit komt te zien, moet je eventjes naar mijn Instagram gaan, want daar zal de foto op te zien zijn. En dan kan je ook zien welke het uiteindelijk geworden is. En trouwens, dit tijdschrift, Linda Mij de Zomerboek, daar zit ook een kaartje bij van My Jewelry met 10 euro korting op je bestelling vanaf 40 euro. Dus heb je nou ook zoiets van, ik wil die strandtas ook hebben, koop eerst het tijdschrift, krijg je 10 euro korting op je bestelling. Dat is natuurlijk echt super chill. Zo, we gaan naar de koffer en die gaat kaal. Laat even zien hoe je er van tevoren uitziet. Ga je er echt allemaal afhalen? Nee, niet allemaal. Wat dan wel? Gewoon millimeter. Dus kaal. Gewoon een beetje zoals dit. Alles zoals dit? Ja. Milan, hij kwam tegen dit ding aan. Oké, nou, benieuwd. En ik heb eindelijk een hoes die wel om mijn koffer heen past. Want hiervoor had ik er dus eentje die niet past. Er is een kleine spiegel naar boven aan het rennen, want die wil niet op de camera. Maar ik had dus, was met mijn koffer op vakantie geweest en ik had een hoes besteld, maar die paste dus helemaal niet, terwijl het wel gewoon dezelfde hoes was. En er zaten er allemaal vlekken en beschadigingen op, dus die heb ik gisteren eraf gehaald. En ook een nieuwe hoes besteld. En deze past weer wel. Je ziet het niet. Maar deze past wel. Dus als Mio en ik naar kost gaan, kan die mee zonder dat hij beschadigd wordt. Hoe laat ga je met papa af? Ga je alleen zijn? Ik ga alleen. Papa en mama weten. Weet papa het niet? Nee. Mama ook niet? Nee. Mama gaat jou echt vermoorden.
Dit is wat ik weg doe. En dit is wat ik aan. Zondag vandaag en allereerst wil ik me echt verontschuldigen voor deze weekvlog. Ik denk dat ik nog nooit zo'n slechte weekvlog heb geplaatst. Hij is misschien 8 minuten of zo, de beelden die ik in totaal heb gefilmd. Maar ik heb nu vakantie en ik ben eigenlijk elke dag met Miu samen. En zoals jullie weten wil Miu niet in de vlog. Wat ik niet erg vind. Maar daardoor pak ik wel minder snel mijn camera erbij. Want dan moet ik zeg maar even in mijn kamer gaan zitten om even te filmen. Want hij wil er natuurlijk niet op. Dus... ja, woensdag of dinsdag en woensdag had ik wel stukjes gefilmd volgens mij. Donderdag niks, vrijdag echt een heel klein stukje. Zaterdag in de ochtend ging ik mijn paspoort laten maken, toen moest ik werken. Toen ging ik heel snel eten en omkleden, want toen gingen we naar Indieburn. Dat is een soort festival, iets bij Indigo op Scheveningen. Daar had ik ook echt een heel mini stukje gefilmd. Dus sorry. Ik heb wel echt afgelopen week, anderhalve week, super veel kleding gekocht. Ik heb een hele grote bestelling bij Zara geplaatst. Waarvan ik eigenlijk een aparte video wilde maken en dan met jullie wilde gaan kijken van wat zal ik houden, wat zal ik terugsturen. Het is echt heel veel. Ik heb iets van 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakketjes hier liggen van H&M en Zara. Ik wilde hier dus eigenlijk een aparte video van maken, maar ik dacht omdat deze weekvlog zo bizar kort is, ga ik het allemaal gewoon in deze video erbij laten zien. Zodat de video en nog ietsjes extra's langer is en ik hoop dat jullie het dan ietsjes minder erg vinden. Dus laten we maar beginnen met deze hele hoop aan kleding die hier ligt. Het licht is een beetje blauw. Zie je dat ook? Die kamer ging bewegen. Oh my god. Oké, nou, het beeld is in ieder geval een beetje blauw. Ik weet niet hoe het komt. Maar laten we maar gewoon beginnen met het eerste van de Zara wat ik al heb gedragen. Dat is namelijk dit jasje. De kleur komt echt totaal niet overeen. Wacht, ik ga eventjes iets aan mijn kleur. Oké, volgens mij is het ietsjes beter. Dit is in ieder geval het eerste jasje. Van wat ik had besteld bij de Zara. Ik had deze een tijdje geleden bij Rosa gezien. En ik vond hem toen al heel erg gaaf. Maar ik dacht, ik heb eigenlijk geen jasjes nodig. Sorry als je geklopt hoort, want de buren zijn aan het verbouwen. Maar ik dacht, ik heb eigenlijk geen jasjes nodig. En toen zag ik hem weer. En toen dacht ik, ik wil hem gewoon hebben. Deze was 40 euro. Het kaartje heb ik er al afgehaald. Want ik had hem dus afgelopen gisteren aan naar Indieburn. Maar het is gewoon een soort van corrupt jasje. Groen kleurtje. Kleur komt niet heel goed over beeld. Ja, nu wel. Het is een beetje een groen kleurtje. Ik vind hem echt heel erg mooi. En deze is dus van de Zara. Als ik linkjes nog kan vinden van de dingen, zal ik het in de beschrijving zetten. Maar heel veel van de Zara komt ook uit de sale. Dus waarschijnlijk is de helft al niet meer verkrijgbaar. Deze is wel van de nieuwe collectie. Dus deze is volgens mij nog wel verkrijgbaar. Dus als ik hem kan vinden, zal ik hem linken in de beschrijving. Dan nog een pakketje van de Zara waar ik echt enorm over twijfel. Het zijn namelijk een paar slippertjes. Ik vind ze dus best wel schattig. Maar nieuw vindt ze echt heel erg lelijk. En het zijn dus deze slippertjes met koeienprint. Ja, ik vind ze echt heel schattig. Ik heb ze in de maatje 36 en normaal waren ze 35 euro. En nu in de sale waren ze nog maar 19 euro. Dus ik twijfel nog een beetje of ik deze ga houden. Maar ik denk wel als je hele warme voeten hebt, worden je voeten natuurlijk iets opgezwoller. Dus dan lijkt het een beetje van die vette rolletjes hierin. Dus hier ga ik nog eventjes over nadenken. Maar die dus. Dan heb ik nog twee pakketjes van de Zara. Allereerst een broekje en een topje. Dit broekje had ik al eens besteld, maar teruggestuurd. En toen had ik er eigenlijk best wel veel spijt van dat ik hem had teruggestuurd. Dus ik heb hem weer opnieuw besteld. Ik heb hem in een maatje XS. En normaal gesproken was hij 17,95. En nu in de sale nog maar 9,95. Het is een beetje een okergeel broekje. Het lijkt op een rokje, maar het is echt een broekje. Dus die. En dan nog een topje die ik ook al in het wit heb. Die beviel me heel goed op vakantie. En toen zag ik dat ze de roze nog op voorraad hadden in een maatje S. Ik wilde eigenlijk heel graag de zwarte, maar die hadden ze niet meer. Maar de S nog wel. Of de roze nog wel. Dus die heb ik wel besteld. En normaal was deze 7,95. En nu in de sale maar 3,99. Dus ja, voor 4 euro dacht ik, nou neem ik die roze er ook wel bij. Dan bij de Zara wat ik ook een beetje door Rosa heb besteld. Is, ik had in haar vorige video haar shoplog gezien dat zij deze top in het wit had besteld. En toen ging ik op de site kijken en toen zag ik dat ze hem ook in deze felgroene kleur hadden. Je ziet het weer niet echt goed op de camera. Maar het is echt een beetje zo'n... turquoise groene kleur. En ik vond die ook heel erg leuk voor de zomer. Dus die en deze was... oh, hier staat het in een andere taal. Of in een andere gelddinges. Volgens mij was deze normaal iets van
20 euro. En in de sale was die maar 6 euro. Dus die. En dan ook nog bij de Zara heb ik deze witte flarebroek gekocht. Zo'n spijker flarebroek. En wat dus heel erg chill is aan deze, is dat het een cropped versie is. Want normaal zijn flarebroeken dus altijd te lang voor mij. Maar omdat deze dus al kort valt, is deze voor mij precies goed. En dat was dus maar 20 euro. Echt super chill. Want het is gewoon van zo'n spijker stofje. En ik heb hem in een maatje 36. En die zit echt perfect. Dus die. En dan de mega bestelling van de Zara. Waar ik dus eigenlijk een video van wilde maken. Maar ja. Even kijken. Als allereerst deze kimono. Ik denk wel dat ik deze ga houden. Want deze vind ik wel echt heel erg leuk. Alleen er zit dus schoudervulling in. En dat vind ik nooit zo mooi. Dus ik ga proberen dat eruit te halen. Of kijken of dat eruit kan. Want ja, ik hou daar niet zo van. Maar die. En die vind ik echt heel erg leuk. En deze was normaal 80 euro. En nu in de sale nog maar 30. En ik heb hem in maatje XS. En kijk even wat printje. Echt love it. Dan, je zal me vast voor gek verklaren, maar een sjaal. Deze sjaals bij de Zara zijn normaal 20 euro. Nu in de sale nog maar 6. Dus ik dacht, weet je, ik bestel hem gewoon alvast lekker voor de winter. Het is een beetje zo'n beige sjaal. En hij is echt heel lang. Dus dat is echt mega chill straks voor de winter. Gewoon om als het herfst is. En je nog niet je winterjas aan wilt. Nu is het echt veel te warm hiervoor. Maar deze. Oh, oops. Dan een spijkerrokje. Deze was normaal 19,95. En nu volgens mij 13 euro of zo. Maar ik vond deze heel erg leuk. Omdat hij in het midden van die knoopjes had. En ik heb deze in een XS. En deze ga ik ook houden sowieso. Van een paar dingen twijfel ik wel of ik het zou houden. Maar bij deze weet ik in ieder geval al. Dat ik deze wel ga houden. Dus die. Dan nog een kort broekje. Maar deze ga ik denk ik terugsturen. Ondanks dat ik hem heel erg leuk vind. Heb ik net mijn kledingkast geteld. En heb ik al 4 zwarte broekjes. Korte broekjes. Dus ik denk dat ik deze gewoon terug ga sturen. Want anders heb ik er 5. Beetje overdreven. Maar het is in ieder geval. Ja, ik heb deze dus ook in het beige. En er zit zeg maar. Het is een broekje. Waardoor die flap lijkt het op een broekje. En zit hier aan de zijkant een rit. En deze was normaal 19,95. En nu in de sale. Ook 13 euro. Dan heb ik echt een onwijs gaaf pak. In deze hele mooie kleur. Deze is wel van een nieuwe collectie. Het is een jumpsuit volgens mij. Ja. Kijk, dit is de bovenkant. En dan loopt hij zeg maar gewoon uit. Ja, in een broek. Ik kan het heel slecht laten zien. Maar ja, ik vind deze heel mooi. Kijk. Hoop. Dit is hem. Oh, ik ben zo slecht in dit. Maar oké. Kijk. Ik heb hem nog niet gepast, dus ik weet nog niet of ik hem ga houden. Maar deze was 40 euro en heb ik in een maatje XS. En aan de achterkant sluit hij met een rit. Dus dat is wel heel erg chill. En het is echt een heel lekker stofje voor de zomer. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze gaat zijn. Ik ga straks eventjes alles passen. En kijken wat ik wel en niet ga houden. Maar ik hoop dat die mooi zit, want dan kan ik hem houden en meenemen naar Kos. Dan nog een geel blouseje. Deze ga ik denk ik terugsturen, want die stof die voelt al heel verschrikkelijk aan. Ik vond het een heel leuk blouseje. Normaal was die 40 euro en nu in de sale 17 euro volgens mij. Ja, ik vond hem heel erg leuk door die V-hals en dan met zo'n knoopje. En aan de achterkant zit een rits. Maar ja, ik weet niet hoe deze gaat staan. Dus ik denk dat ik die terug ga sturen omdat dat stofje al niet heel lekker voelt. Dan een topje die ik wel ga houden en die ik ook heel erg leuk vind op die witte flarebroek. Is namelijk deze met madeliefjes. Het is zo'n beetje doorschijnend blouseje voor over je bikini heen. En dan hiervoor kan je hem knopen met een strikje. En ik vind het echt heel erg leuk. En deze was normaal 40 euro. En nu in de sale was die volgens mij ook maar iets van 18 euro. En heb ik ook in een maatje XS. Deze vind ik echt heel leuk. Dus die. Dan nog een topje voor stage. Want ik moet volgend jaar weer stage lopen. En bij stage moet altijd alles zwart zijn. En ik zag deze nu in de sale voor maar 6 euro. Dus ik dacht, ik bestel die gewoon gelijk voor stage. Gewoon zwart simpele top met lange mouwen en een kraagje. Dan nog een jas van de kinderafdeling. En het stofje is echt verschrikkelijk. Op de zijde zag hij er zo leuk uit. En ik maakte hem open en het voelt gewoon als een tafelkleed of zo. Ik weet niet, het had heel leuk kunnen zijn. Maar ik weet niet of je het op de camera goed kan zien. Maar het stofje is echt, ja, niet mooi. Deze was normaal 35 euro en nu dus volgens mij maar 12 euro. En ik heb hem in de grootste kindermaat, maar deze ga ik sowieso niet houden. Dan nog een blouseje die op de zijde best wel leuk uitzag, maar in het echt denk ik niet echt dat dit mijn stijl is. Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik dit besteld heb, maar oké. Het is in ieder geval zo'n blouseje. Hij is lichtblauw met palmboompjes erop. En dan onder heeft hij een knoopje met hier ook allemaal knoopjes. Deze was normaal 25 euro en in de sale volgens mij 12 euro of zo, 18 euro. Maar ja, dit is gewoon niet helemaal mijn ding. Ik weet ook eigenlijk niet waarom ik deze besteld heb. En dan als laatste van de Zara deze broek.
Hij had, ik weet niet, op de site zag hij er zo leuk uit. Alleen als ik hem voor me hou, zie ik gewoon al dat hij veel te lang is. Want kijk, het is dus een wijde flarebroek met allemaal bloemetjes. Maar als hij zeg maar qua pijpen goed zit. Even kijken hoor, hoe kan ik dit het beste laten zien. Hij zit nu zeg maar bij mijn voeten goed. Maar zou ik hem dus moeten optrekken tot aan mijn borsten. Kijk, en dan zou hij wel goed zitten. Dus dat wordt hem sowieso niet iets echt veel te lang. Maar ik vond deze dus heel erg leuk eruit zien. Misschien is die bloemetjes ook niet echt iets voor mij. Maar ja, ik weet niet. Het zag er niet echt uit als bloemetjes of zo. Dus ik dacht, misschien is dit wel leuk met een witte top of een zwarte top. Maar ja, hij is dus gewoon veel te groot. Deze was €50 en in de sale 25 of zo. En dan heb ik nog wat dingetjes bij de H&M. Als eerst deze overhemd. Een beetje zo'n lichtblauw kleurtje. Deze leek me wel heel erg leuk voor op die witte flarebroek. En om dan een paar knoopjes over te doen. En dan zo half over je schouder, weet je. Zeg maar niet helemaal tot aan je nek dicht gemaakt. Maar gewoon een beetje half over je schouder heen. En deze was uit mijn hoofd €25 volgens mij. En deze is gewoon van de vrouwenafdeling. En heb ik in een 34. Dan nog een bikini waar ik ook echt super veel vragen over heb gekregen in mijn vakantievlog. Ik had daar namelijk een gele bikini aan off the shoulder. En die was van H&M. En het broekje was trouwens van Sephora. Het broekje was niet van H&M. En die bikini hadden ze ook in het roze. En die was nu in de sale van €20 naar €12. En nu is die trouwens €9 bij de H&M. En toen zag ik die roze. En ik dacht, ja, die gele vond ik zo leuk staan. Ik bestel die roze ook gewoon. Want ik heb nog niet genoeg bikinis. Nee, maar dit is die roze. En die vind ik ook echt super leuk. Dus die gaat ze ook sowieso mee naar Kohl's. En als je lekker bruin bent, is deze ook echt geweldig. En ik heb deze in een maatje 36. Dan nog een broekje van de H&M. Maar die ga ik morgen terugbrengen. Want ik ga morgen, of nee, overmorgen met Rosa naar de stad. En ik heb deze al gepast, maar deze vind ik niet leuk. Maar ik zal hem toch eventjes laten zien. Het is namelijk een geel broekje. En ik vond hem er echt heel erg leuk uitzien. Alleen als ik hem aan heb, zit hij gewoon heel raar of zo. Hij zit helemaal tussen mijn billen. Ja, ik vind hem niet zo heel erg mooi. Maar ja, het idee was leuk. Deze is volgens mij wel van een nieuwe collectie. Heb ik in een maatje S en was €25 uit mijn hoofd. Maar die ga ik dus overmorgen terugbrengen. En als allerlaatste heb ik nog een bikinibroekje en een haarbandje besteld. Deze haarbandjes draag ik op vakantie elke dag. Dus ik dacht, ja, ik kan er nog wel even eentje bij bestellen. Ik krijg ook heel vaak de vraag waar ik deze bandjes vandaan haal. Maar ze zijn eigenlijk allemaal van de H&M. Eentje is van de Primark en de andere is van Lots of Goodies. Maar deze heb ik dus bij de H&M besteld. En ik vind dat je bij de H&M echt heel leuke hebt. Ze zijn er €7 per stuk. Maar ik vind deze gewoon echt heel leuk voor vakantie. Dus ik heb nog een haarbandje. En als laatste een bikinibroekje. Want ik had namelijk een paar weken vlogs geleden had ik hier een topje van besteld. Alleen toen was het broekje niet meer in mijn maat. En nu was het broekje wel weer in mijn maat. Dus die heb ik ook erbij besteld. Het bikinitopje heeft zeg maar ook dat je hem aan twee kanten kan dragen. Dit patroontje en dit patroontje. En dat heb je met het broekje dus ook. Broekje heb ik in een 34 en topje in een 36. En het broekje was nu in de sale volgens mij €5 of zo. Maar nu heb ik gewoon een compleet setje. En dat vind ik bij deze bikini wel heel leuk. Oké, dit was... Kijk even hoe bizar veel kleren hier liggen. Maar een paar dingen hiervan ga ik dus terugsturen. Eigenlijk alles van de H&M hou ik gewoon. Behalve het gele broekje. En van de Zara ga ik zo meteen even kijken wat ik hou en wat ik niet hou. Ik hoop dat ik de volgende week vlog iets meer voor jullie kan filmen. Ik ga dinsdag ga ik met Rosa naar de stad. In de avond ga ik uit eten bij Loetje met Miu, Storm en Jet. Woensdag ga ik denk ik overdag lekker in de zon liggen. Want het wordt 34 graden en in de middag moet ik werken. En donderdag wordt 37 graden. Dus heel misschien dat Miu en ik dan naar Vinkeveen gaan. Want mijn opa en oma hebben daar een woonboot. Zijn opa en oma wonen daar ook. Dus we gaan een soort van rondje maken. Gewoon even iedereen gedag zeggen. En voor de rest heb ik eigenlijk nog geen planning. Jawel, zondag ga ik naar Thuishaven. Dus dat wordt wel heel erg leuk. Daar zal ik wel lekker veel filmen voor jullie, hoop ik. Ik wil bij deze nog een keertje mijn excuses aanbieden voor deze weekvlog. Maar wat wel heel erg leuk is, is dat 16 augustus ga ik met Milan naar Kohl's. En vanaf dan deelt hij dus wel in mijn weekvlogs en in mijn gewone vlogs. Dus dat is heel erg leuk. Krijgen jullie eindelijk nieuw te zien. Ik ben heel benieuwd wat jullie van hem gaan vinden. Echt heel benieuwd. En ook hoe jullie erop gaan reageren. Want jullie wachten natuurlijk al een soort van 2 jaar lang op wanneer Miu in de vlog komt. Maar ja, dus vanaf 16 augustus in de Kohl's vlogs wilt hij daarin komen. Nog eventjes geduld hebben. Ik ga proberen de volgende week vlogs wat leuker te maken. Ik moest er ook weer een beetje inkomen na vakantie en zo. Want daar was het natuurlijk gewoon heel makkelijk om je camera erbij te pakken. Deze week heb ik eigenlijk niks gedaan. Miu was er. Dus ja,
geen excuses natuurlijk, maar alsnog eventjes sorry. Bij deze ga ik gelijk de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je hem toch nog een beetje leuk vond. En als je al deze kleren leuk vond. Ik zal proberen linkjes in de beschrijving te zetten. Als ik misschien niet zo heel erg enthousiast ben. Sorry, ik ben heel erg moe. We waren van Indieburn pas 5 uur 's nachts thuis of zo. Dus ja. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. En dan zie ik jullie snel weer.